Onze laatste gast van vandaag is Walter de Bruin van de Waal Autogroep. Welkom. Dankjewel. De Waal Autogroep, wie zijn jullie? We zijn een familiebedrijf wat inmiddels 50 jaar de merken Volkswagen, Audi en Skoda vertegenwoordigt in het rivierengebied. We zijn nu 12 jaar met mijn broer en ik, mijn broer Christian, zijn we samen de leiding van de Waal en verzorgen de automobiliteit in het rivierengebied voor deze merken. Dus jouw opa en oma zijn ermee begonnen? Ja, dat klopt. In 1964 is mijn opa begonnen. Die heeft het 3 jaar gedaan en daarna het stokje overgedragen aan mijn vader. En die heeft samen met mijn moeder heeft het grootste gedeelte van de tijd het bedrijf geleid. En wij hebben 12 jaar geleden het stokje overgenomen. Ja, er is nog wat veranderd, denk ik. Ja, er is in de hele periode heel veel veranderd. Waar wij destijds in 1970, wat ik van mijn ouders weet, begonnen met de kever. En die was er toen in 2 kleuren, wit en net van het wit af. Hebben nu inmiddels een palet auto's met merken waar je zo'n beetje niet meer overheen kunt kijken. Dus er is heel veel veranderd de afgelopen 50 jaar. Dus jij speelde vroeger met je broer in de showroom? Ja, wij zijn er letterlijk en figuurlijk opgegroeid. Dat is ook het voordeel van een familiebedrijf, dat wij daarin opgegroeid zijn. Maar toch na een aantal jaren afwezigheid wel teruggekomen pas toen wij het hebben overgenomen in 2003 was dat alweer. Ja, want wel even gewoon werken. Als in geen auto's. Ja, studie en zorgen dat je goed voorbereid werd. En dat werd stiekem ook wel werk in de auto's. Dus, toch wel in de auto's. Ja, het is ook met de paplepel in de auto. Vergis ik mij of hadden wij vroeger te maken met een dealer die één automerk had. En als je daar je auto niet vond, dan ging je naar een andere dealer. Die had een ander automerk. En tegenwoordig zijn er heel veel dealers die hebben meerdere merken. Ja, klopt. Wat wij de afgelopen jaren hebben gemerkt binnen de automotive bedrijven, is dat 2 thema's. Aan de ene zijde specialisatie, dus de merken apart. Een multimerk, dat kwam er eigenlijk nog voor. En uiteindelijk in ons geval schaalvergroting. Dat zijn 3 thema's die hebben bij ons de afgelopen jaren een hele belangrijke rol gehad. Dus wij zijn de meerdere merken gaan doen die onder de PON-vlag vallen, die onder de VAG-vlag vallen. Die moeten allemaal in een apart pand. Nou, daar hebben we uiteindelijk ook met het Audi-centrum en het bedrijfswagencentrum hebben we daar de ontwikkeling in gehad. En ja, we zijn met meerdere vestigingen beland. We hebben nu 12 vestigingen in de regio waarin we de merken vertegenwoordigen. En dat is ooit begonnen met 1. Dus ja, daar zie je bij dat schaalvergroting een hele prominente rol speelt in de autobranche. Ja. Doen jullie alleen verkoop? Nee, verkooponderhoud is de belangrijkste tak van sport binnen de automotive bedrijven. Dus dat is het repareren, het verlenen van garantie en onderhoud en service aan auto's. Verkoop nieuw, verkoop gebruikt. En dat is de keten auto's. Daarnaast hebben wij eigenlijk al vanaf, ook voor de tijd toen mijn ouders het nog deden, hebben we ingezet op andere manieren van mobiliteit. En dat heeft de afgelopen jaren ook wel een vlucht genomen. Wat zijn dat voor andere manieren? Leasing is voor ons een hele belangrijke tak. Omdat we daarin hetgene wat we verkopen eigenlijk zelf leveren aan de klant. De leaseauto, de auto van de zaak. Ja. Daar zijn andere thema's omheen gekomen die in de huidige mobiliteit een hele belangrijke rol spelen. We hebben met een short lease concept, verhuur, leveren we korte termijn mobiliteit. En ik denk de belangrijkste is dat ze de laatste tijd actief zijn, of eigenlijk al een aantal jaren actief zijn, met Smilease in de particuliere lease mobiliteit. Autolease Midden-Nederland is een moderne, professionele en dynamische onderneming. In ruim 25 jaar zijn wij uitgegroeid tot een sterke, middelgrote, universele leasemaatschappij met een uitstekende positie in geheel Nederland en in Midden-Nederland in het bijzonder. Als een van de weinige leasemaatschappijen bieden wij een volledig scala aan leasevormen. Zowel voor bedrijven als particulieren. Bedrijven met een groot wagenpark hebben andere behoeften dan bedrijven met 1 leaseauto. Wij hebben voor u de oplossing op het gebied van leasing. Via onze business unit De Waal Autoverhuur hebben wij de beschikking over ruim 300 eigen huurauto's. Het wagenpark van De Waal Autoverhuur bestaat uit jonge representatieve voertuigen, variërend van kleine personenauto's tot grote bestelwagens. Verhuur van 1 dag en ook shortlease is mogelijk. Ook voor particulieren is het mogelijk om te profiteren van de voordelen van een full operational lease concept. Smilease is ons particuliere leaseabel. Voor de leaseprijzen wordt een laagste prijsgarantie afgegeven. Smilease particuliere autolease staat voor gemak, risicobeperking, betrouwbaarheid, geen fiscale bijtelling en vaak lagere kosten dan bij eigen autobezit. Een goed advies geven is alleen mogelijk wanneer je over voldoende kennis beschikt. Wij hebben de juiste leaseervaring om tot de beste mobiliteitsoplossing te komen. Ons motto is niet voor niets, mensen maken leasing. Dat leasen is wel dat is iets van deze tijd. Ja. Vroeger spaarde je voor een auto tot je 8000 gulden bij elkaar had en dan kocht je een auto. Tegenwoordig zeg je nou, we leasen. Wat is het verschil tussen short lease
smart lease, slim lease. Wat voor leasevormen zijn er allemaal? De belangrijkste twee voor de zakelijke markt zijn de full operational lease, eigenlijk de leaseauto van de zaak. Daar heb je een andere vorm van, dat is financial lease. Dan heb je de auto op de eigen balans, dat is een andere vorm van lenen. Mm-hmm. Daarmee betaalt een bedrijf aan onze maandtermijn en daar verzorgen wij alles voor. Dus de rente, de afschrijving, dus de totale mobiliteit. Daar krijg je het als het ware in een maandfactuur. De belasting, de verzekering, de alles. Behalve de brandstof, ja. Maar die zit vaak nog op een brandstofpas. Dus eigenlijk wordt alles geregeld door de leasemaatschappij. Met short lease koop je een stuk flexibiliteit. Dat is vaak een leasecontract voor 3 tot 6 maanden. Past ook vaak bij beginnende contracten, als je nieuwe werkgever hebt. Dat doen wij met de Waal Autoverhuur. En daarmee zorgen we dat mensen op voor kortere termijn in een auto kunnen stappen. En wel die mobiliteit hebben dat alles in één keer betaald is. Oké, okay, maar dat zijn dan geen nieuwe auto's, denk ik? Dat zijn auto's van maximaal 1 tot 1,5 jaar oud. Oké. Okay. Dus je kunt het geluk hebben dat je de eerste bent die in zijn auto stapt. Je kunt ook de pech hebben dat je de derde bent. Maar dat is geen pech, toch? Dat klopt, nee. Maar de meeste mensen stappen in een nieuwe auto en die houden hem dan 1,5 jaar tot 1 jaar. Dus dat is in de manier waarop wij het doen. Mochten mensen voor 3 maanden willen leasen of voor 2 maanden, dan kom je in een eerder gebruikte auto. Auto's zien er altijd keurig netjes uit. Nou, doe jij allebei. Je verkoopt auto's en je leest auto's. Wat is nou... Stel dat ik gewoon echt kan kiezen. Wat moet je dan doen? Moet je dan leasen of moet je dan kopen? Nou, ik zeg altijd, als je zelf het geld op de rekening hebt staan, dan kun je een auto beter zelf kopen en zelf afschrijven. Waar veel mensen voor kiezen is om voorraad aan te leggen, om niet het geld in het bedrijf te laten zitten om een stukje extra body te hebben. Dan kiezen mensen veel voor leasing. En dan is voor ons ook lease een product om een relatie aan te gaan met een klant. Want je levert de auto, je onderhoudt de auto, met ons schadebedrijf repareren we de schade. Je verzekert de auto, dus je hebt op allerlei manieren heb je binding met de klant. En dat geeft ons natuurlijk, ook als die weer een nieuwe auto nodig heeft, simpelweg de mogelijkheid om weer verder te gaan. Ja. Is het nou zo, want je hebt tegenwoordig van die auto's, daar stop je een stekker in en dan gaan ze rijden, heel apart. Is dat voor leasen, is dat dan anders? Is dat een ander soort constructie, omdat dat minder bijtelling heeft en dat soort zaken? Voor het bedrijf is het exact hetzelfde. Okay. Je leest een auto voor de bereider, en daar is natuurlijk nu een soort wildgroei in ontstaan. Dat is ook een hele actuele discussie. Daar zie je dat bijtelling een hele grote rol gaat spelen in de keuze die mensen maken voor mobiliteit. Mensen kiezen nu voor een auto met een stekker, hybride of volledig elektrisch. Hebben dan lagere bijtelling. Het voordeel daarvan zit niet bij de werkgever. Het voordeel zit bij de bereider. Ja. Wat is de toekomst van auto's, van elektrische auto's? Gaan wij over 10 jaar allemaal elektrische auto's rijden? Moeilijk te zeggen. Er zijn een aantal thema's die spelen. Dus waterstof, elektrisch, hybride. Dat zijn wel de 3 thema's samen met aardgas waar wij denken dat de toekomst in gaat zitten. Fabrikanten zijn nog erg zoekende. Er zijn milieudoelstellingen en hoe gaan we deze met z'n allen invullen. Onze merken gaan op hybride en elektrisch. Dus wij volgen met de Volkswagen, Audi en Skoda, volgen wij de lijn hybride elektrisch. Nou, dat zal gesupport worden door alle overheden in de verschillende Europese landen. Waar we op termijn naartoe gaan, weet ik niet. Wij zien wel een verschuiving in de branche. Dat waar de bereiders nu een leaseauto krijgen, dan zien wij dat ze naar een mobiliteitsbudget gaan. Een vast bedrag voor de werknemer per maand. En die moet dan zelf zijn mobiliteit regelen. En met Smileys, ons particuliere leaselabel, dan kunnen mensen bij ons als particulier ook een auto leasen. Okay, dus dan krijg je als werknemer een x-bedrag van je baas per maand om een auto te leasen? Ja, en de mensen kunnen dat besteden aan trein, kunnen dat besteden aan bus, taxi, elektrische fietsen spelen daar nu inmiddels een rol in, maar ook aan een auto. Oké. Okay. Wat is jullie doel voor jou en je broer over nu en zeg eens 15 jaar? Wij kunnen nooit zo ver vooruit kijken. Het nadeel in de automotive is dat je 5 jaar maximaal vooruit kunt kijken. En wij hebben gekozen om altijd een familiebedrijf te blijven, ondanks de groei die we hebben doorgemaakt. We willen continuïteit, dus we willen zorgen dat we steeds bestaansrecht hebben in deze markt. Nou, dat hebben we inmiddels door de groei en door de andere takken van sport hebben we dat bereikt. We willen goed met onze mensen omgaan, dus goed werkgever zijn. En je wil uiteindelijk ook voor je klanten een vaste en betrouwbare leverancier zijn. En met die pijlers zorg je voor continuïteit. En dat is eigenlijk het voornaamste doel. Ja. Hoe werkt dat? Want jullie zijn nu Audi, Volkswagen en Skoda? Ja. Ja? Stel je nou voor dat jij morgens wakker wordt en je denkt bij jezelf, oh, ik wil zo graag Renault.
Wij zullen bij kan onze... Kan dat of niet? Nou, het zou technisch gezien wel kunnen, al is het in Tiel en veel gebieden waar wij zitten, is het inmiddels vergeven. Ja. Alleen wij zullen waarschijnlijk binnen de PON-merken, zoals dat heet, dus binnen de Volkswagen-Audi-merken, zullen wij blijven opereren. Nou, er is een toevoeging van het merk Seat, is actueel, maar we zullen binnen die merken willen blijven. Ja. Hoeveel kilometer gaat een elektrische auto rijden over 5 jaar, zonder bij te tanken? Wij hopen dat de sprong van 300 naar 500 kilometer, zeg maar de magische sprong, dat we die als automotive sector kunnen maken. Dat maakt het voor veel mensen een stuk eenvoudiger om in zo'n auto te stappen. Dat heeft meer met de batterijontwikkeling te maken dan met de autoontwikkeling. Maar als we daar naartoe gaan, dan krijgt de elektrische auto automatisch, zonder al die stimulerende maatregelen, denk een betere plaats in het huidige palet. Hoe zou je openlijk gevonden hebben elektrische auto's? Nou, als je dat natuurlijk zo ver terugkijkt, dan zou je, dan kun je niet voorstellen waar we nu staan. Ik denk dat hij het leukste vindt dat het bedrijf bestaat, dat het bedrijf gezond is en dat zijn kleinkinderen het bedrijf doen. Maar hoe die naar elektrische auto's kijken, ik zou het je echt niet durven vertellen. Nee, ja. Oké. Laatste, wat is jouw droomauto? Ik ben Audi-fan, dus ik rijd graag in een Audi. Ik vind Audi een hele mooie auto. Het bedrijf waar wij eigenlijk het meest mee hebben, het merk dat we het meest mee hebben, is Volkswagen Bedrijfswagens. Dus als je mij vraagt wat vind je de mooiste auto, dan kom ik wel op een Audi uit. Maar wat is het leukste merk wat we hebben, dat is toch Volkswagen Bedrijfswagens. Zoals met busjes, eigenlijk simpelweg zoals wij het noemen, hebben we zakelijk gezien, hebben we eigenlijk het meeste schik. Oké, wat is daar dan zo leuk aan, heel kort nog? Contact met de klant.